En zo is dus niet waar ik woonde. Maar nou wel. Ja. En nou moet je de eigen huisje terug zien te vinden. Ook ja. Dat nog. Nee, jij mag daar niet op staan. Jij staat op het aanrecht. Mag dat? Pootje daar weg. Goedemiddag lieve vrienden en welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag alweer donderdag 15 oktober, 13 uur 56, dus bijna 2 uur. Hadden er even twee ruzie achter mijn stoel, dus mijn stoel ging even heen en weer. Dat was Ewin en Rijka, ja. Rijka die kan het niet laten om achter Ewin of achter Kandalf aan te lopen en maar te ruiken en te ruiken. Ja oké, het houdt in van ben je wel gezond, ja of nee, dat is dier eigen. Maar ja, Ewin die wil dat niet. Kandalf die wil dat ook niet. En dan vind ik het aan de ene kant ook weer zo zielig, hè? Van waarom nou? Waarom moet dat nou? Wilde braspopje. Hé? Maar ze is ook nog jong en ze heeft nog een hoop te leren. Maar het is ook zo'n lekker ding even goed. Hé, Rijka? Kijk, die zit op. En een die zit te drinken, dus ja. Komt allemaal goed. Ik ga vanmiddag visite. Ik weet niet of ik mag vloggen, want het is... Ze is nieuw voor mij. Ze is pas komen verhuizen vanaf Texel naar Den Helder toe. Ze woont op een steenworp afstand, zoals wij dat noemen. Ik kan het met mijn rollator belopen. Ik weet al waar ze woont, maar ze weet nog niet waar ik woon. Dus ja, nou moet ik er even bij de fietsenwinkel ophalen. Straks tegen drieën. Ik ga eerst even met Rijka even lopen. En dan zal ik verder kijken wat ik nog kan doen voordat het zover is. Want ja, daar ligt het ook wel, maar het is nog niet een vaatwasser vol. Dus ja, dan vind ik het ook niet zonde om het in die vaatwasser te gooien. Want ja, er komt dan toch weer meer bij, weet je. Maar oké, ja, ik zou dat ook erbij kunnen doen, dan is het wel vol. Maar oké, we zien wel, we doen het beleven. Ja, en het komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ik doe het ook, ik ga ook gewoon genieten van mijn dag. Het is gewoon fijn. Ja, en we kunnen waarschijnlijk geen drank meer kopen bij de supermarkten, hè? Maar ja, het zijn maar 4 weken, dus ik hoop dat het dan weer mag. Ja, want we kunnen dat niet op slot blijven gooien. Ik lust ook mijn wijntje en ik word nooit dronken, dus aan mij ligt het hem niet. Dus wie met mij meedoet op die manier, dan ligt het hem niet aan ons, dan ligt het hem enkel aan diegene die... Weten van hijsen, opzaza, en dan dronken worden, en dan rooftocht, noem maar op. En dat is niet de bedoeling, nee. Maar oké, ook buiten dit hele gebeuren om van corona. Degene die hun weten dronken te zuipen, en dan het lef in het lijf krijgt om dus zulke soort dingen te doen. Dat al veel langer, want daardoor en door die drugstroep, hè, nou die koffieshops zijn ook dicht, dus hoe komen ze aan een wietje zo meteen? Nou, ja, dat is erg voor die lui. Nou, voor mij mag het gesloten blijven, die troep. Ja, afkicken die handel. Allemaal naar een afkikcentrum, wegwezen. Die troep, dat hoeft niet. Ja, oké. Er zijn mensen die het van hun arts krijgen vanwege hun pijn. Maar dat is op een andere manier gebruiken. Ja, dat is niet omdat ze het lekker vinden. Nee, maar ik bedoel die lui die het lekker vinden. Die niks mankeren. Die lieve lui zijn dan moe, die liever op straat lopen te rond te zwerven dan dat ze willen werken. En die al hun sociale dienstgeld naar die troep op laat gaan. Nou, dan zeg ik, laat ze maar afkicken, laat ze maar gaan werken. Hé, kennen meisje? Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Ik ga ook genieten. Ja, komt u maar. Hé? Ze begint beetje bij beetje er wat beter uit te zien. Ik zal
zal er zo even bij de kippen zitten. Ja. Nee? Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Doei! Nou, hallo lieve vrienden, hier is mijn lieftallige vriendin, Marianne. Ja, toch? Zeg ik toch? Ja, ik Marianne. Ja. En ze woont dus op een steenworp afstand van mij vandaan. En ze is hartstikke leuk en geweldig. Ja, ja. En ze wist dus niet waar ik woonde. Maar nou wel. Ja. En nou moet ze haar eigen huisje terug zien te vinden. Ook dat nog. Vreselijk. Maar ja, gaan we jullie niet vertellen hoor. Nee, want dat gaat jullie weer niks aan. Nee, dat gaat jullie helemaal niets aan. Maar we hebben het hartstikke leuk met elkaar. En ja, gewoon gezellig. Ja, dat is toch? Ja, helemaal, helemaal geweldig. Ja. Dus ja, dit is dus Marianne. En ze komt ook regelmatig nou in de vlog voor. Wanneer ik bij haar ben, of zij hier is, of of ze samen de stad ingaan, of wat dan ook. En waar gevlogd wordt, door, is, en ze is erbij, dan is, komt ze er ook in. Simpel. Ja, toch? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik wist ook niet wat vloggen was, want ik weet niet wat vloggen is. Ja, dus nou ja, filmen dus. Beetje bij beetje, dag in dag uit. En wanneer het online komt, weet ik uit mijn hoofd niet, want het staat nou op mijn camera. Nou, oké. Eén keer in de week leeg ik het en dan gaat het een, moet ik het nog in mappen zetten en dan moet ik het nog aan elkaar vastmaken, et cetera, et cetera. En dan moet ik het nog naar YouTube brengen. Dus het duurt nog wel 4-5 weken. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het heel gezellig. Dus. Het is gewoon gezellig met elkaar, toch? Ja, dat vind ik van wel. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, we spreken elkaar later weer. Okay. Doei! Doei, doei! Ja, lieve vrienden, ik ben net weer thuis en ik zat amper, ik had net die deken weer omheen en huppakee, daar ligt Ewe weer op mijn schoot. Ja, maar oké, ik heb er naar een winkel gebracht, de Vomar. En ze zegt, ah nou, ik is wat te vinden, want ik moet toch de Vomar nog naar binnen, want ik wil nog even dat en dat halen. Ze zegt dus, ken jij weer naar huis? Nou ja, oké, ik loop achter mijn huis langs, maar ik ga niet naar huis, nee. Nou, de gracht, gelijk de ronde gedaan voor Rijka. En dan ben ik net weer thuis. En ik ben blij dat ik weer zit, want ik verga van de pijn. Maar ook, dat gaat wel weer over dat ik een oud kereltje ben en anders maar niet. Ik ga nou voor mijn poezenbeestjes en voor mijn hondje zorgen dat ze niet eten krijgen. En daarna ben ik zo pas aan de beurt. Dus eerst mijn dier, dan pas ik. Ja toch? Ja. Doe je vroeger ook met je kinderen. Eerst de kinderen in je gezin. Daarna jezelf. Nee, jij mag daar niet op staan. Jij staat op het aanrecht. Mag dat? Pootjes daar weg. Ja, eigen schuld hè? Je mag dat ook niet doen. Nee. Dat mag niet. Nee, mag er niet op staan. Nee. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga gelijk deze vlog natuurlijk ten einde brengen. En ik zeg dan, voor degenen die laat zijn, net zoals ik, smakelijk eten, bon appetit. Hele fijne, liefdevolle avond. Geniet ervan met z'n allen of in je uppie. Met wat je ook gaat doen, dat zij een goede boek lezen of een goede film bekijken of wat dan ook. Maak het voor jezelf in ieder geval gezellig. En ben je niet alleen. Nou, kun je het ook op die manier oplossen. Maak het gezellig, ja. En voor later op de avond uiteraard. Welterusten, slaap lekker. Met mooie dromen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!